En duiken in het leven van Ariska. En waarin ze ons van alles vertelt over haar prachtige album. Later nog even. Je gaat zo meteen voor ons zondagochtend spelen. Mm-hmm. En dan zie ik je bij een piano zitten. Ja. Dan ga jij mij dus vertellen dat je gitaar kan. Elektrische gitaar. Saxofoon, zijn hebben we ook al gezien. Nou speel je weer piano. Wat kan je nog meer? Nou, van alles een beetje. Hoe komt dat zo? Ja, ik heb muziek maken altijd echt heel leuk gevonden. En, is dat van huis uit? Bedoel, heb je dat met de paplepel meegekregen? Of? Nou, ik heb mijn leven lang heel veel met mijn zus Henny gezongen. Ja. Ja, altijd samen in de schoolband gezeten. Maar echt ook al iedere bruiloft, dan was er een microfoon en woehoe, dan gingen wij zingen. Maar ook als we eerder naar een rommelmarkt gingen, als ik dan ergens een klein instrumentje zag, dan wou ik dat instrumentje hebben. Want ik vind alle instrumenten eigenlijk heel mooi. En, ja. Als ik dat zie, dan wil ik daar ook muziek mee kunnen maken. En dat wil ik zo graag, dat ik gewoon net zo lang doorga tot het lukt. En is dat dan via filmpjes of gewoon echt zelf proberen? Of ja, filmpjes had je toen eerder nog helemaal niet. Nee, dat is waar. Dat ja. Het kan nu dan wat echt fantastisch mooi. Ja, dat was er helemaal niet. En ik heb eerder altijd dwarsfluitles gehad. Okay. En dat heb ik echt jaren gedaan. Dus van daaruit wel de theoretische basis meegekregen. En ja, gewoon wel een onwijs goed gehoor, gevoel voor muziek en voor muzikaliteit. Ja, het gaat wel een beetje vanzelf inderdaad. Ja. En een zondagochtend, kun je een klein stukje laten horen? Ja, zeker. Lekker relaxed liedje. We gaan luisteren naar het zondagochtend gevoel dat Ariska heel mooi in het liedje weergeeft. We kijken nogmaals naar de opnames bij The Fellowship of Acoustics. En geniet mee met zondagochtend van Ariska. Wakker, ik stap uit mijn bed en ik loop naar mijn klerenkast. Heerlijk thuis vandaag, dus ga voor lekker zit, lekker warm en wat ruim past. Gewoon een zondagochtend, alle tijd en niet hoeven. Nog geen idee wat de dag thank you.
was hem alweer, het vierde lied van het prachtige album van Ariska. Laten we nog even, zondagochtend. Ariska, bedankt dat wij mogen meegenieten. En we gaan nog één aflevering doen. En dan gaan we luisteren naar hoe het blijft te bestaan. Dus tot volgende week. En Ariska, nogmaals bedankt. Tot Ik ben blij dat ik bestaan.